Alles stond op zolder, achter schot. Denk ik, verplaats het even hier op het beter licht. Ga ik ook nooit meer doen. Ik heb nog wel wat dingen op zolder liggen, achter schot. Het was te zwaar. Het was te zwaar om naar beneden te tillen en hier neer te leggen. Leuk als je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video is echt enorm vaak aangevraagd. In deze video ga ik namelijk mijn uitzet laten zien. Ik heb op mijn notitie-app, op mijn iPhone, heb ik een lijst gemaakt met dingen wat ik nodig heb voor mijn uitzet. Dat kun je ook gewoon vinden op Google. Wat is uitzet? Wat houdt het in? Uitzet is eigenlijk, ja, wat is het eigenlijk? Gewoon het sparen van je dingen wat je nodig hebt als je uit huis gaat. Dus servies, pannen, handdoeken. Ja, van alles. Dit heb ik dus ook gedaan. Ik ben denk ik 4 jaar geleden nu rustig aan begonnen met sparen. Ik ben nu 21 jaar, student. En 4 jaar geleden bijvoorbeeld begon ik met het sparen van dingen wat bij de Appie of bij de Jumbo, wat je kon sparen van die glazen en zo. Ga ik allemaal in deze video laten zien. Ik heb samenwerkingen gehad met Xenos, met de Action, met andere bedrijven. Dus daar heb ik wat dingen van. Dit is geen samenwerking. Ik ga nu gewoon puur laten zien wat ik als 21-jarige student heb gespaard tot nu toe voor mijn uitzet. Voor de rest, ik kringloop heel veel. Ik haal heel veel tweedehands, weggeefhoek. Haal ik ook dingen vandaan. Dus check dat altijd even bij jou in het dorp misschien of in de stad. Heb je ook wel van die weggeefhoeken op Facebook. Daar zie je ook heel veel op verschijnen. En ja, ik koop ook gewoon zelf gewoon nieuw in de winkel. Dus ja, laten we er doorheen gaan. Ben jij benieuwd wat ik dus heb gespaard voor mijn uitzet als 21-jarige student? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Maar voor ik alles ga laten zien wat ik voor mijn uitzet heb, pak ik er nog heel even wat bij. Mega makkelijk om gewoon snel tussendoor te drinken. Ik heb een Y-foodje gepakt. Dit keer de koffiesmaak. Daar heb ik echt even zin in. Even een beetje cafeïne nodig. Y-food, ja, je kent het denk ik nu wel. Heel erg chill. Het bevat ontzettend veel eiwitten. Het is echt een lekker drankje. En het is heel chill als je dus tussendoor of naar werk gaat of een afspraak hebt dat je dit dan mee kan nemen snel. En dat je toch, nou ja, een soort van kan eten, maar dan drinken. Heel chill. Je zit er ook mega lang vol door. Dus ik ben heel erg blij met de Y-food. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Met de kortingscode krijg je 10% korting. Ik zet het ook nog wel in de beschrijving. Mocht je hem dus willen proberen, maar even wat slokken. Zo lekker deze. Nou ga ik laten zien wat ik allemaal voor mijn uitzet heb. Dus ik neem jullie gezellig mee naar boven. Waarom zou je gaan sparen voor je uitzet? Het scheelt gewoon heel veel in de kosten. En ik snap gelijk de vraag, want die vraag krijg ik ook van vriendinnen bijvoorbeeld heel veel. Vind je dat dan niet moeilijk? Want ja, nu is misschien je stel dit, maar als je uit huis gaat is je stel misschien wel zo. Dan heb je allemaal dingen gehaald. Hoe ga je dat dan doen? En ja, die vraag snap ik ook heel erg. Je kan nooit van tevoren zeggen, ja, ik weet, zeg maar, ik haal 4 jaar geleden dit en ik weet zeker dat ik dat dan nog mooi vind. Dat weet je gewoon niet. Dus ik gok het gewoon op. Het scheelt gewoon echt in de kost als je al van tevoren gaat sparen voor dit soort dingen. En dat je dan niet in 1 keer als je uit huis gaat alles moet kopen. Oké, ik ben ervan bewust dat ik echt ontzettend veel uitzet heb. Want je zal wel denken, dit is al veel. Maar ik kan je vertellen, ik heb ook nog uitzet bij mijn vriend. Dus dat laat ik in deze video ook nog zien. Het wordt een hele lange video. Nou, het eerste wat ik zie, een gourmet set. Deze heb ik met de samenwerking van Action gekregen. Dus dat is wel heel chill. Dit is voor 6 personen een gourmet set. Dan heb ik hier 2, heel random, plateautjes. En ik vind deze heel erg mooi. Ik heb deze allebei van de kringloop. Zelfs met kaartje er nog aan. Dus dat is dus een tip. Gewoon lekker van de kring. Marmer en hout. Ik ben gewoon heel erg van het lichte bohemian hout. Beige, zandkleur, aardewerk, gewoon heel neutrale kleuren. Dus deze vind ik prachtig om bijvoorbeeld straks te stylen in mijn huis bij de keuken. Ik zou het niet per se gebruiken als snijplank, maar echt voor decoratie. En deze vind ik ook heel erg mooi. Dit is ook een marmer plateautje met hout. God. Dan een random mandje. Ik heb een stofferen blik. Die is dan lichtblauw. Maar deze vind ik dan wel heel erg mooi met dit. De stoffer is gewoon een mooi bamboe. Dan, hij is een beetje vies geworden door wat eronder zit. Maar dat maakt niet uit, dat kan ik dan wel schoonmaken. Dit is een nieuwe witte bak.
ja, hoe noem je dit? Een bakkom ding. Ik heb een cocktail shaker, dat heb ik ooit gekregen. Dus ja, om cocktails mee te maken, prima. Ik heb hier een zeep voor je meel. Dan krijg je geen klonten in een bakken. Samenwerking van de Action. Een random pan. Ik heb deze schaal. Ik vind deze heel erg mooi. Dit kun je natuurlijk zoals hier op staat met hapjes doen. Maar ik vind het zelf ook heel erg mooi om bijvoorbeeld kaarsen op te zetten. Of gewoon een taart. Nou, dan heb ik deze pan. Volgens mij. Waar is deze van? Volgens mij of de Xenos of de Action. Maar een zwarte pedaal emmer. Voor in de wc of waar dan ook. In een kantoortje. Kan overal later in mijn huis. Muffin treetjes. Nou, en dan heb ik dus... Dit is ook met een samenwerking geweest. Vier van zulke serveerplateau bordjes van dat steen. Als ik dan later sushi bestel. Ja, ik ben dan weer zo extra. Dan laat ik het niet in die bakjes, in die plastic bakjes liggen. Ik ga die sushi dan serveren op deze stenen borden. Ja. Ik ben eigenlijk echt... heel erg van het opruimen en niet per se minimalistisch, maar ik hou ervan. Ik ben echt een opruim- en organized freak. Gewoon alles moet opgeruimd, schoon. Maar met servies en uitzettingen, ja, ik word daar zo gelukkig van. Gewoon mokken. Ja, de ene heeft dat misschien met auto's, de andere heeft dat met weet ik veel, maar ik heb dat echt. Met servies. Naar de volgende doos. Ik vind het echt helemaal leuk. Ik weet het allemaal niet meer wat ik allemaal heb. Oh ja, dit is voor de herfst. Dat ben ik ook nog. Elk seizoen ander servies, andere decoratie. Deze is van de TK Maxx. Oh mijn god, die was 13 euro. Ik vind deze prachtig voor de herfst. Fruit erin, salade erin. Met de herfst komt deze echt helemaal in mijn huis. Oh ja, ook voor de herfst een pompoenen setje van peper en zout met wit en goud. Die is ook van TK Maxx. Wij hebben als plan, ik ben nu 21, ik ben bijna afgestudeerd. Mijn vriend die werkt al een tijdje fulltime. Dus wij hopen volgend jaar lekker uit huis te kunnen en een huis te kopen. Dus dan neem ik jullie uiteraard helemaal mee in dat proces. Oh ja, dit is van de Kringloop. Je hebt ook heel veel Kringloop, van die vintage Kringloop Instagrams account. En daar heb ik deze van. Champagne glazen met een goud randje. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Eigenlijk heb ik alles met goud randje, gouden details. Heel erg mooi vind ik deze. Wat chic. Dus ook weer tweedehands. Ik moet zeggen, als ik straks uit huis ga, dan ga ik ook gewoon alles een plekje geven natuurlijk in mijn kasten en dingen. En mocht er dan dingen echt dat ik denk, nou ik heb 12, ik zeg maar wat, champagneglazen of 30 wijnglazen. Veel te overdreven, dan ga ik hem natuurlijk ook lekker doneren. Maar die video's die komen dan wel. Maar dan gaan we gewoon gezamenlijk lekker even organiseren en opruimen door al mijn uitzetdingen. Oh ja, dit vind ik ook mooi. Dit is allemaal kringloop. Moet je van houden. Maar dit vind ik echt prachtig voor in de lente om dan op zo'n houten plank te decoreren in je keuken. En dan, ja, vintage. Ik vind het gewoon echt heel erg mooi. Vier bakjes van de kringloop. Dat is deze glazen met goud. En hier wil ik mijn theezakjes in doen. Van de doos. Nou, ik heb hier mijn vergiet. Ik heb hier servetringen van die dieren. Goud van de Action of Xenos. Dit zijn Hema doekjes. Dit is HK Living. Ja, ik ben dus gestart met een uitzet. Een verzameling van HK Living. Ik hou van HK Living. Twee espresso mokjes van HK Living in deze bruinige beige kleur. Melkopschuimer van de Hema. Ik heb hier nog wat. Deze van de Blokker. Dit zijn handdoeken. Ik vond deze zo mooi. Met zo'n textuurtje. Hele mooie handdoekjes. En hier is de grote HK Living mok. En daar heb ik er dus nog een van. Lekker setje. Ik heb er niet twee van. Ik heb er dus vier van. Van die mini HK Living espresso mokjes. Hier heb ik een beker van Xenos met een bruin randje. Daar heb ik er ook nog drie van, dus vier in totaal. En dan heb ik eierdoppen van de Hema. Deze vind ik heel erg mooi. Dit is met beige en wit en bruin. Daar heb ik er ook vier van. Een gouden taartschep, zo. Ja, leuk. Ik heb hier, ja niet boeiend, maar een weegschaal om bakdingen af te wegen. Oh, ik heb een messenset. Een scherp messenset. Een random bakje, die hoort bij iets. En een tosti. Ijzer. Volgende tas zijn. Oeh. Oh, ik ga stuk. Shotglaasje vanuit Portugal. Die heb ik van mijn vriendin gekregen.
En van deze glazen, whisky glazen met een goud randje. Daar heb ik er nog veel meer van. Ik heb van de kringloop, daar had ik, nou deze is van mijn Muesli. Maar die gouden heb ik gevonden bij de kringloop, zoals set. En dit zijn precies de messen en lepels en vorken die ik heb gespaard bij de Jumbo. Ik dacht, ja, die neem ik mee. Dan heb ik mijn HK Living. Dit is die van de uit 2022 volgens mij, die mokka. Die andere van. Ook weer van de TK Maxx voor de herfst. Een prachtige herfstplateau. Theedoek beige. 4 van deze mokken. Dit is echt de kleur van mijn uitzet. Dat bruinige met beige en dat bruine randje. Deze van Xenos. Hier zijn die andere 2 daarvan. Dan heb ik 4 van dezelfde met een oortje. Zo'n mok. Hier nog een whiskyglas. Oh, leuk. Deze wist ik niet eens dat ik die had. Ook een mok van Xenos. Deze heb ik gekregen van Xenos. 2 van deze. Dit is een beetje roze met goud. Dit vond ik schattig als ik dan kinderen heb met dat roze. HK Living Kerst. En hier is de ander. Die heb ik tweedehands gescoord op Vinted. Helemaal nieuw. En dit was volgens mij van 2020. De HK Living Kerst editie. Ik spaar dus elke keer de kerst editie. En daar heb ik... Zij verkocht het zo met een set van 2. Dus die heb ik gekocht. Zoveel mokken. Nog een whiskyglas vol water. Oh ja, die heb ik toen bij de Action ook nog allemaal gekocht. Deze, ook met dat bruine van die mokken. Daar heb ik volgens mij 4 van. Nog een hele leuke lichtroze HK Living. Dit is ook een HK Living. Ja, deze had ik allebei voor mijn verjaardag gekregen. Van mijn schoonmoeder. Hier die 2 andere van de Action. Dit is een HK Living. Die heb ik van mijn moeder gekregen. HK Living, bordje, schaaltje. Prachtig. Ach, wat een leuke tas was dit. Dat was die tas. Volgende doos. Klemmen in het goud. Oh ja, deze prachtige vaas. Die heb ik bij de Intratuin gekocht in Outlet. Het is wit met zo'n textuurtje. Weet je dat zand textuurtje. Prachtig met pluimen erin. Helemaal mijn stijl. Van de kringloop deze voor sausjes en een afwasborstel waar je zo zeep in kan doen. En dan klik je op dat knopje en dan komt het er al uit. Ideaal. Dan heb ik hier een houten kistje. Met een scrub mommy en een scrub duster. Noem je dat? Geen idee. Nog een mandje. En wat dingen voor de draadloze stofzuiger. Die lijkt op de Dyson van Action. Heb ik ook. Ik heb hier allemaal zeepjes en trouwens een mandje. Maar al deze zeepjes heb ik van Bath & Body Works gekregen. Voor gewoon een perspakketje. Echt, oh mijn god, kan je wachten om die te gebruiken. En ik heb nog een Rituals Hand Balm. En een Rituals Hand Soap. Dat heb ik dan ooit een cadeauboel gekregen. En dan gaf ik het daarin uit. En dan voor mijn uitzet. Ooit een samenwerking met Chi gehad. Een föhn. Helemaal in verpakking nog. Ook iets wat je nodig bent. Een föhn. Hier ook allemaal leuke dingetjes. Ik heb uit de adventkalender een Rituals spray. Ik heb een Rituals wasverzachter. Een kerstthee zeepje. Een textielverfrisser van Rituals. Ik heb geurstokjes van de Rituals. Ik heb hier, kijken, ook nog 2 geurstokken van de Rituals en een spray van de Rituals. Nog een geurstokjes van de Hema en hier nog 3 geursprayetjes van de Rituals. Dus mijn wc en badkamer gaan heerlijk ruiken later. Dat was die. Ik heb deze van de kringloop. Dit is zo'n glazen pot. Deze kun je ook open doen. Is een kerstboomvorm, maar deze wil ik dan met zo'n textuurspray sprayen. En dan is het echt heel erg mooi voor je interieur. Dat beige zandkleurige. En dan kun je hem ook nog eens open doen met koekjes erin of zo. Helemaal zacht het vormen. Oh, dit heb ik gekregen van mijn afstudeerplek. Dat zet ik even apart. En een zwarte plateau heb ik ook gekregen voor mijn verjaardag. Met allemaal dingen erop. Hier nog een doos. Dit is een beetje sentimentele waarde. Dit zijn sleehakken, maar deze heb ik van mijn oma gekregen. Want zij paste ze niet en ze wou mij hier blij mee maken. Dat kan ik gewoon niet wegdoen. Ik heb hier voor een samenwerking met Xenos zout. Met een zoutmolen. Ik heb
kaarsjes, je hebt van die lampjes, samenwerking. Ik heb ooit een bos bloemen gekregen in een vaas, nou dus die vaas heb ik ook. Ik heb een mandje, altijd handig voor opbergen. Een kookwekker. Lampjes. Deze lampjes ga ik hier niet in doen. Die kan ik wel gebruiken ofzo. En twee theezeefjes. Deegroller. Voorraadpotten. Garders en dingen voor bakken. Zwarte theedoek. Dit. Een licht roze wijnglas. Ooit gekregen, die ga ik niet voor mijn uitzet bewaren. Die ga ik gewoon nu al uitdrinken. Past ook niet helemaal bij de stijl. Hetzelfde geldt voor die. Een marmer met gouden kaas. Snijmesjes, dingetjes heb ik gekregen. Oh ja, en deze zijn zo mooi. Dit kun je bijvoorbeeld het best gewoon bij de kringloop lekker halen. Shotglaasjes, daar heb je er zoveel van. Heel erg goedkoop. Maar zelf heb ik ze van de HEMA, omdat ik ze gewoon te leuk vond. Deze, dit zijn gewoon die whiskyglazen die ik allemaal heb, maar dan in het klein. Daar heb ik er vier van. Een soort taart. Een kookboekje gekregen. Dit zijn heel veel dingen wat ik heb gekregen ook. Deze heb ik ook gekregen. Dit is zo'n lepelset in het goud. Heel bijzonder zijn die. Voor cake, een garden. Nog een taart voor. Handdoeken gekregen. Zo'n zeem in het zwart. Gouden kleine vorkjes voor taart. Maatbekers. Hierin. Oh ja, deze vond ik zo mooi. Van de kringloop ooit gevonden. Helaas maar één, maar ik kon hem niet laten liggen. Het zijn deze thermoglazen met zo'n kristalvorm erin. Echt prachtig glas is dit. Van de kring. En ik heb vorig jaar bakjes gekregen voor mijn verjaardag. Een heel bakjes set. Heel erg leuk. Heel veel accessoires die mijn moeder me wegdeed. En ik dacht, oh, dat vind ik leuk voor later in het tuinhuisje of zo. I know, tuinhuisje. Deze echt super mooie kristallen glazen fles. En dan met deze kurk van Sustrenne Gene. Goud met een schelp. Super leuk om neer te zetten of in de zomer lekker met een barbecue drinken in te doen. Twee van zulke kaarsjes ooit gekregen van Xenos. Kom van de Magnolia, heel erg mooi. Nog meer handdoeken. Een tafelkleed in het beige met van die franjes, heel erg mooi. Vier houten onderborden, is ook van een video geweest, allemaal met Xenos samenwerking. Eigenlijk alles wat hierin zit is nu ooit een samenwerking geweest. Dit is zo'n etagère, die kun je nog helemaal opbouwen. Die kan dan draaien. Heel veel bamboe bakjes. Allemaal van die samenwerking dus. Hier nog een bamboe schaal. Kaars van die samenwerking, roze kaars. Oh ja, deze van TK Maxx voor Pasen. Die konijntjes. Oh, te cute. Vier gouden frituurmandjes. Een slaapbestek. Och, wat veel, wat veel. Ook van de samenwerking een paaspotje. Twee van deze voor kaarsjes. En vier van deze glazen. Echt prachtig met een goud randje. Ook allemaal van de Xenos gekregen. Alles wat hier nog in zit zijn mega grote plank, borden, et cetera, et cetera. Ik zal hier een filmpje in doen. Dat zit er allemaal nog in. Het is echt te veel om nog te laten zien. Maar het is allemaal voor een tafelsetting voor in de tuin van de Xenos een video geweest. Maar al die producten die je op de tafel ziet, die heb ik dus gekregen. Dus later kan ik een barbecue geven. Een hele tafelsetting maken. Want spullen genoeg. Oh, oh, oh. Van die besteklades heb ik ooit in mijn bureau gehad. Nu weer een ander bureau. Mijn musli voorraadpot, altijd handig heb ik gekregen. Hier een vaas die ik zelf heb gedoet yourself met een betonlook. Heel leuk. Ik heb hier van die nepplanten ooit ook in mijn kamer gehad. Met die ik kan ophangen. Allemaal van Ikea. Deze van moeder gekregen vond ik heel erg schattig. Een beetje vintage koektrommel voor koekjes. Ook al van My Musli. En ja, ik ga dit weggeven. Ik gebruik het niet.
Die ga ik gewoon weggeven. Ik heb hier een fotolijstje ooit gekregen. Ik was natuurlijk Xenos ambassadeur. Dus ik snap dat ik echt ontzettend veel spullen heb. Ik heb ook heel veel van de Xenos. Maar als ik Xenos ambassadeur, toen kreeg ik ook ontzettend veel spullen. En daar was ik heel erg blij mee. Daar ben ik heel erg blij mee. Ook het gouden fotolijstje, hè. Kan ik allemaal weer gebruiken straks in mijn huis. Ik heb deze in de kringloop gevonden. Echt een prachtige vaas. Bruin, rozig, beige. Heel mooi vind ik die. Een nepplant. Vier van deze placemats boho-achtig. Hier mega Tupperware voor je yoghurt met fruit. En hier zo'n opbergzakje. Ja, ik ga dit niet gebruiken, dus ik geef het gewoon aan mijn moeder van mijn muesli. Een pan gekregen ooit. Tapasplatoon. Deze plant, maar deze ga ik naar de kringloop brengen. Ik ga hier niks mee doen. Oh ja. Ik heb hier van Chi een krultang. Ik ga die krultang hierin doen. Deze krultang gebruik ik niet. Ik heb echt 6 krultangen. Slaat nergens op. Daar gaan we even in minderen. Deze ga ik verkopen. Kussen gekregen ooit van de Xenos. En ik heb hier zo'n spiegel. Gouden spiegel met een oog. Ook gekregen van de Xenos. Nog een doos. Keukenschort ga ik wegdoen. Ga ik niet gebruiken. Is zo'n jewelry ding. Ooit gevraagd voor volgens mij mijn verjaardag. Een staafmixer set. Hetzelfde geldt voor deze broodrooster. Deze heb ik ooit in mijn kamer gehad. Dat vind ik nog wel heel leuk. Maar die wil ik dus later één kleur spuiten en dan neerzetten. Dit zat allemaal in mijn kamer voor ik het ging veranderen naar de kamer die ik nu heb. Ik ga deze doneren. 2 plantenpotten gekregen. 2 gouden potten, ook voor plantjes of zo. Paaseieren gekregen van de Xenos voor de paasmukbang. Gouden blad ding, die ga ik doneren. Ik doe daar niks meer mee. Ik heb verjaardag ooit gekregen met een gezichtje erop. Vind ik wel mooi voor een kaars of een plantje. Oh ja, deze zwarte spiegel met goud. Gebruik ik niet, ga ik ook doneren. Gaan we gelijk al een beetje opruimen. Wattenschijfhouders. Nog wat eiendoppen. Ook van de Xenos gekregen, een wafelijzer. Onderzettetjes voor je drinken. 4 van deze mokken in het lichte roze. 4 van deze borden. En 4 van die diepere bordjes. Gouden vaas die ik ooit heb gekregen van de Xenos samenwerking. Oh mijn god, en dat was dit gedeelte. En nu gaan we naar boven en dan naar mijn vriend. En dan zijn we er nog niet, want hierboven heb ik nog een hele grote Xenos doos. Ga ik even snel doorheen, want het is echt een lange video. Geurstokjes. Nog meer geurstokjes. Oh ja, deze stond altijd in mijn kamer. Ik heb zo'n bamboe wijnrek van de weggeefhoek. Een zwarte keukenrolhouder. Deze vind ik heel erg mooi voor eieren. Een set van 3 rode wijnglazen. Hier nog zo'n roze met gouden kussen van de Xenos gekregen. Deze bamboe-achtige rotan. Dienblad. Ik heb hier een zwarte waterkoker van Philips, van mijn oma gekregen. Mega lief, voor mijn verjaardag toegevraagd. Hier nog een bakvorm. Een ovenschaal. Een gouden zeef. Bij de Blokker toen gescoord voor 5 euro. Deze gekregen voor kerst. Van die gouden prikketjes. Deze van de TK Maxx. Zo'n marmeren spatel. Een set voor slaapbestek. Deze bakjes. 2 van deze drinkglazen. Heel erg mooi om buiten ook in de zomer lekker met tafelen te gebruiken. Heb ik gekregen van mijn zus. Een gouden dienblad met marmer. Ook leuk voor zeeppompje of zo en tandenborstels. Gekregen van mijn vriendin. Heel veel voorraadpotten. Oh, wijnstoppers. Die kunnen op elke wijn. Heel handig. Ik heb 4 van zulke... Oh nee, 2 volgens mij. 2 van zulke soepkommen. Oh ja, deze van de TK Maxx met de sale meegenomen. Zwart zeepompje voor de kerst. Oh mijn god, zo leuk. En hier nog 2 zeefjes voor thee. En dat was hem. Hierachter staat nog wat. Het is verschrikkelijk. Ik heb hier een oud bijzettafeltje. Wellicht dat ik dat wel uiteindelijk ga doneren. Hier een tafel gekregen van de weggeefhoek. Die wil ik nog overspuiten. En ik heb hier een prachtige dienblad rotan van de kringloop. Echt helemaal mijn stijl. Wit met beige. Heel veel van zulke... Ja, mandjes. Ook straks voor organize. Ik heb zo'n macramé stoelhanger. Dat komt later in mijn tuin. En deze tray, hele grote, had ik voor 1,50 euro gescoord bij de kringloop. En daar komen mijn mokken op. Elk seizoen verschillende mokken. Ja, daar sta je dan. Dus ja, nu gaan we naar mijn vriend toe. Want daar heb ik ook nog wat dingen staan. De allereerste uitzet gespaarde dingen.
pak er nog maar een theetje bij, want het is een lange video. Oké, ik moet even hierachter kijken. Sander heeft dan op zolder hier van die schotten. Oh my god. Hierachter zitten ook nog allemaal dingen. Ik ga het er even uithalen. Is allemaal mijn eerste uitzet. Echt het allereerste wat ik heb gespaard, dat heb ik hier bij hem. Oké, ik zit echt omringd door spullen. Zo, ik ben net wakker, let niet op mij. Dus ik pak gewoon het eerste wat ik zie. Dat is een bierglas. Er zitten heel veel speciaal bierglazen ook in. Dat is omdat mijn vriend echt gek is op bier. Nee, ook speciaal bier. Dus van die glazen, dat is gewoon ideaal. Deze pan. Ja, dit vind ik echt verschrikkelijk. Oh my god. Dit zijn van die lelijke glazen. En ik zei toen tegen Sander, deze heb ik dus ook gekregen. Echt heel erg lelijk vind ik dit. Maar ik vind het dus heel vies als melk wordt gedronken. Of optimaal of zo. Uit gewoon goede glazen. Goede mokken. Waar je bijvoorbeeld thee uit drinkt of zo. Of waar je water uit drinkt. Dat er dan melk in is gedronken. Ik vind dat zo vies. Dat blijft er echt een beetje in hangen. Die... De melk. Gewoon nee. Dus ik zei altijd tegen Sander, nou dan worden dit jouw melkglazen mokken. Maar ik heb zoveel mokken. Dit is zo niet nodig. Dus deze ga ik gewoon al wegdoen. Doneren. Want ik vind het echt niet mooi. Weet dat ik genoeg heb waar hij lekker melk uit kan drinken. Want ik heb heel veel mokken. All you need is bier. Weer zo'n glas. Ja, ik wou deze wegdoen. Ik vind het echt vreselijk lelijk. Maar Sander die vindt het een heel fijn bierglas. Dus nou. Vooruit. Dan zie ik hier twee. Oh, die zit helemaal onder stof. Twee theeglazen. Ik zie hier zo'n set. Nou ja, en dan hier. Vier hele grote pizzaborden zijn dit. Dus echt heel erg groot. Waar je pizza heel perfect op past. Voor nu leg ik deze toch nog even apart. Want ik vind dit gewoon niet zo mooi. En dan vraag ik of Sander of het echt niet weg mag. Want we hebben echt genoeg bierglazen. Dit is echt het allereerste wat ik heb gespaard. En twee van zulke lange waterdrinkglazen. Ik heb twee van zulke. Ik heb hier twee van die bordjes. Ik vind dit ook echt niet heel erg mooi meer, maar het is gewoon basic. Een kommetje waar je gewoon een toetje of whatever uit kan eten. Ik heb dus nog een set van. Twee weer van zulke drinkglazen. Oh ja, blauw. Niet helemaal meer wat mijn stijl is, maar dit zijn twee ontbijtborden die, van die blauwe. Dat kon je te sparen bij de Jumbo. Dat heb ik toen gewoon gedaan. Nog een keer twee ontbijtborden. Zo zien ze eruit. Van diezelfde stijl heb ik ook twee pastaborden. Dus die zijn echt wat dieper. Pastaborden, serveerschaal in het wit. Prima. Dit is van de samenwerking toen met Xenos. Deze kom, die vind ik heel erg mooi nog steeds. Die is een beetje beige. Die heb ik dus ook in het lichtblauw. En lichtblauw zou ik nu eigenlijk echt niet meer kiezen. Maar ja, met paas of zo is dit wel leuk voor op de tafel. Twee van deze, die heb ik toen gedobbeld ooit bij de kledingwinkel. Toen ik nog bij Lily werkte, iedereen wou deze. En toen had ik ze gedobbeld. Dus deze ga ik denk ik lekker weggeven. Hier, dan heb ik nog in datzelfde kommetje zeg maar met die vormpjes. Het is een beetje slecht licht hier, maar ook nog licht roze. Die heb ik dus ook nog in een blauw. Pas dan weer bij die. Allereerste servies, dit. Met die kleurtjes. Wat ik met de samenwerking van de Xenos had uitgekozen. Dus toen, toen was ik nog helemaal niet bezig met uitzetten. En toen mocht ik servies uitkiezen. Toen dacht ik, oh leuk die pastelkleurtjes. Want het was een paasmukbang. Dus ik dacht, dan is die pastelkleur wel leuk voor die paasmukbang voor Xenos. En nu heb ik kleur. Maar goed, maakt niet uit. Zakken waar je bijvoorbeeld wijn in kan doen. Voor kerst. Die hadden we toen met dobbelen allemaal. Ga ik even apart leggen, want dat hoef ik niet bij mijn uitzet. Heb ik bestek. En ik heb heel erg veel bestek. En ik heb dus de kleur goud. Die heb ik toen ook gespaard. Of die heeft eigenlijk mijn schoonmoeder voor mij gespaard bij de Jumbo. Echt super lief. Maar eigenlijk zijn het gewoon gouden... Ja, goud bestek. Ook een beetje van dat... Ja, dit is eigenlijk grijs. Grijze borden met een bruin randje. Wel echt prachtige borden. Daar heb ik er dus vier van. Nou ja, uiteindelijk als ik uit huis ga, dan ga je alles indelen. En dan kom ik er toch wel achter dat ik te veel heb. Dus dan kan ik altijd nog doneren. Voor nu neem ik het gewoon lekker allemaal mee. Dat blauwige, daar heb ik ook een ontbijtbordje van. En ook in die beige kleur. Dat is dan ook een match. Twee random drinkglazen. Dit is echt de drinkglazen die ik heel veel heb gespaard. Ja, en hier zit echt alles in. Van die paasmukbang.
van de Xenos. Dat ik al die pasteldingen ging bestellen. Want dat hoort bij Pasen. Een lichtblauw bakje. Lila. Een lila mok. Die past wel bij deze. Ik ga deze weggeven. Ik heb genoeg mokken. En dan heb ik één random mok. Oud roze schaaltje met bruin randje. Is dan een beetje off-white. Kun je ook sausjes of dingetjes in doen. Ook nog in het zoiets. In gewoon een wit bakje. Dat zwart. En dan ook nog van die lepeltjes. Nou, ook voor sausjes of dingetjes. Ik heb hier een zomermok. Ik heb natuurlijk voor elk seizoen een mok. Hier een zomermok. Schelpen. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Twee onderzetters. Deze kwamen van de Intratuin. Die vond ik echt prachtig. Dat is marmer. En dan heeft hij zo'n schors randje eromheen. Daar wilde ik er toen meer van meenemen. Maar dit waren de allerlaatste die er waren. Van die gouden rietjes. Ik ga er iets sneller doorheen. Deze ooit gekregen. En deze heeft Sander gekregen van Sinterklaas. 2 jaar geleden of zo. De blender van Blokker. Dan heb ik hier 2 van die cocktailglazen. Witte wijnglazen. En 2 rode wijnglazen. Dan heeft Sander hier zo'n, ja, noem je dit, gereedschapskist. En hij heeft ook, dat is een beetje een traditie, een soort grapje. Die had hij toen 2 jaar geleden met Sinterklaas gekregen. Of op zijn verjaardag, ik weet het niet meer. En nu dus dit jaar een boor. Volgende tas. 2 witte wijnglazen. En dit heb ik ooit aan Sander gegeven. Bierglazen. En daar heb ik hier nog een set van. Dus hij heeft 8 speciaal bierglazen. Kijk, hier zitten ook gewoon normale in. Dus dan heeft hij er al 2. Kan deze lelijke toch wel weg? Dus allereerst, toen mijn vader ging verhuizen, van die scherpe messen, die wou hij wegdoen, helemaal nog nieuw. Toen zei ik, ik wil ze wel. Dat is ook alweer 3 jaar geleden of zo. Dus scherpe messen. Ja, deze had ik bij de kringloop gekocht. Die vond ik zo mooi. Een kristal karaf. Dit was helemaal, zeg maar, hier had ik bepaald dat ik dit steltje wilde met dat bruin en dan bruine randje. Dus ik heb daar 2 diepe kommetjes voor. En dan ook nog 2 echt grotere kommen. Dan deze gekregen met samenwerking van Xenos. Nog meer 2 van die waterglazen. Long drink glazen. Glazen zat. Ook deze met een samenwerking gekregen van Xenos. 4 van zulke vierkante grijzige bruine borden. Nog meer 2 wijnglazen. Kijk, een stuk met 4 gewone normale bierglazen. Dus die kan echt wel weg, die lelijke. Oh ja, dit is leuk. Dan heb ik hier nog ook nog mat zwart bestek. Dit heb ik ooit gekregen. Deze van, ook van Xenos. Deze van Xenos. Alles van Xenos. Zo'n spatel. Een knoflookpers. Ik moet zeggen dat ik een knoflookpers nooit gebruik. Ik doe het altijd gewoon met een mes. Dit is, wat is dit? Een rasp. Het zwart. Nog meer bierglazen. 2. Ik heb hier nog 2 champagneglazen. Nog meer bestek. 16 stuks. En die andere is 39 stuks. We hebben zoveel bestek. What the fuck? Zwarte lepeltjes, minis. Ik heb hier mijn allereerste ontbijt. Of nee, zo'n serveerplank, borrelplank. Had ik gespaard bij de Albert Heijn. En dan heb ik hier nog wat mokken. Van de H&M Home. Kijk nou, hier wil je toch je cappuccino uitdrinken. Dit is zo'n groot mok. Echt prachtig. Dus daar heb ik 2 van H&M Home. 3 van deze mokken. Dan heb ik deze gekregen van mijn vader, want hij ging verhuizen. Dit ging weg. Toen zei ik, oh, die wil ik wel. Dat is 4 jaar geleden, 3 jaar geleden. Dus toen wilde ik alles nog. Ga ik weg doen. Hier nog 6 champagneglazen. En hetzelfde geldt voor deze. Mijn vader ging dit wegdoen. Dit is echt zo'n messenblok. Toen dacht ik, die wil ik. En dan als laatst nog, heel random, een serveerschaal ding, steen. Oké, ik ga dus heel veel nog brengen naar de kringloop straks. Dus ik ga gelijk naar de kringloop toe. Dingetjes lekker doneren en wegdoen, want ik kan niet alles houden. Dus dat ga ik nu doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat ik je inspiratie heb gegeven. Uiteraard heb ik meer dan nodig is, dat weet ik.
Maar zodra ik uit huis ga, ga ik echt zeg maar zien wat ik nodig heb en wat niet. En alles wat over is, ga ik dus doneren. Dus ja, ik weet dat het gewoon echt ontzettend veel is. Daar ben ik me echt van bewust. Maar ja, dit is echt een beetje mijn hobby. Snuffelen tussen spulletjes bij de kringloop en zo. En dat, ja, als ik er zwak voor heb, neem ik het mee. Heel veel van de samenwerkingen gekregen. Maar ik moet zeggen, elk seizoen verander ik weer. Straks ook mijn huis, mijn kamer. Dus elk seizoen vier ik ook met verschillende serviesdingetjes en tafelsettings en zo. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk om daarvoor dingetjes te hebben. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, check jouw lokale kringloop, misschien weggeefhoek op Facebook van jouw dorp of stad. En wellicht kun je het dan een beetje sparen. Maar bij de kringloop hebben ze ook zoveel dingen voor echt een hele goede prijs. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij spaart voor je uitzet, hoe oud je bent en of het een beetje lukt of niet. Mocht ik nog wat dingen wegdoen of zo verkopen, dan zet ik dat op mijn Vinted. Die kun je in de beschrijving vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!